Goedemorgen, koning. Hoe laat is het? 8 uur, koning. 8 uur? 8 uur. 8 uur precies? Of iets daarvoor of iets daarna? 8 uur precies. Hoe kan dat nou? De klok, koning, de klok wijst precies 8 uur aan. Als wij praten, tikken de secondes door. Dus het kan nooit 8 uur precies zijn. Het is maar 1 seconde precies 8 uur. Dat is waar. Dus? Dus wat? Dus hoe laat is het nu precies? 8 uur en 36 seconden. Hoe laat? 8 uur en 38 seconden. Hoe laat? 8 uur en 40 seconden. Juist! Zo wil ik het horen. Precies! Minister, hoe gaat het verder in het land? Het volk is nog altijd ontevreden. Het volk is nog altijd ontevreden? Dat is precies wat ik zei. Waarom is het volk nog altijd ontevreden? Het volk is ontevreden over... over u, koning. Over mij? Hoe kunnen jullie nou ontevreden zijn over mij? Het volk vindt u een beetje een... Ja, zeg het maar. Een mobbelkont. Mobbelkont? Ik? Hoe komen ze daar nou bij? Wat zijn dat voor mensen? Dat volk? Wie zijn dat nou eigenlijk? Best een heleboel mensen bij elkaar. Ik wil weten hoeveel mensen precies. Dat weet ik niet. Gaan ze tellen? Maar koning, gaan ze tellen, zeg ik. Dat zijn heel veel. Dan ga je me heel veel tellen. God, ga ogenblikkelijk het volk tellen. Ga ogenblikkelijk het volk tellen. Aanslag gemaakt. Wij blijven al niet zo. Je vergist je, 5823. Jullie vergist je allebei, 6360. Hoe kan dat nou? Jullie hebben toch geteld? Misschien heb ik iemand dat toch geteld? Of iemand overgeslagen? Ik wil het precies weten! Koning, ik heb een idee. Als we nou iedereen naar zijn eigen woordplaats sturen en zich daar laten inschrijven bij de gemeente, dan komen we precies. Ik haal precies met de... Precies hoeveel mensen er zijn. Precies! Zo wil ik het horen. Precies! Iedereen naar zijn eigen woordplaats! Iedereen naar zijn eigen woordplaats! Snel een beetje! Iedereen naar zijn eigen woordplaats! Waar ben je geboren? Waar kom je vandaan? Waar is het ontstaan? Waar ken jij de weg zelfs met je ogen dicht? Waar ben je geboren? Waar zit jij dicht? Iedereen die heeft een plekje waar je voor de eerste keer woensdag, waar je voor de eerste wind voelde, waar je door je haren, daar beleefde jij je eerste dag. Geboren, Anka. Waar kom je vandaan?
die houdt niet van orde. Het kan een meisje worden. Wordt een jongen, weet ik voor zeker. Het is altijd de kans van de 50%. Wordt een jongen en later gaat hij ons helpen in onze doe-het-zelf-zaak. Een meisje die kan toch ook helpen? Dat klopt, maar het wordt een jongen. Iedereen heeft zijn eigen woordplaats. Wil je dat ook? Iedereen heeft zijn eigen woordplaats. Iedereen heeft zijn eigen woordplaats. Mag ik vragen waarom? Dat is de wens van de koning. Oh nee, niet weer koning op mijn kont. Waarom? Leeft de koning? Zeker, en dat zal ik blijven doen zolang hij stomme dingen doet. Wat een brutale tijd. Waar ben jij geboren, Jozef? Bethlehem. Dan ga jij ogenblikkelijk naar Bethlehem. We zijn er bezig met de babykamer. Niks mee te maken. Jij gaat naar Bethlehem. Dat komt slecht uit. En als ik nou gewoon niet ga, dan steken we je huis in brand. Oh. En mijn vrouw dan? Die heeft een dikke buik. Ze moest nog eten. Ik krijg een kind. Oh, pardon. Ja, wat moet je met mij dan? Ga naar de marktplaats en koop geen bankfiets. Jij fietsen kan zijn. En hoe gaan we betalen? De marktplaats. Man, spot goedkoop. Thank you.
Hey, wie zijn jullie en wat komen jullie doen? Mijn naam is Nadia. We zijn op doorreis en vandaag op de grote markt om onze spullen te verkopen. Ik ben Lona en ik verkoop de lekkerste sinaasappelen. Ik ben Rashida en bij mij moet je zijn voor de beste noten. Mijn naam is Amira en ik verkoop heerlijk sappig fruit. En ik ben Tamina en ik verkoop de mooiste spullen. Nou, dat klinkt goed. Toevallig ben ik net door mijn voorraad. Het is een bijzondere tijd met zoveel gasten. Ik wil wel zien wat jullie bij je hebben. Ik ook. Ik kan 100 vet fruit gebruiken voor mijn herberg. Daar maak ik een heerlijk maaltijd van. Vet fruit gaat er altijd wel in. Roten heb je ook, zei je? Goed idee! Wij kijken mee! Roten! Hier zijn nog heerlijke sinaasappelen. Wie wilt er nog meer heerlijke sinaasappelen? Miriam en twee, dat is Joop.
kot met de plek op haar kop. Vier dan Smarta en vijf dan Sjaap. Zes dan Saar en dan val je in slaap. Laat ze binnen. Koning. Wat is er? Verderop zijn er waren engelen. Nou, en die engelen? Ja, ik heb er ook gezien. Hele bijzondere engelen. Ze waren bij de herders. Ze zaten in het veld. Oh, daar verderop? Bij de herders? Hoezo daar? Hoezo verderop? Hoezo herders? Deze is precies, je maakt de koning in de war. Juist, dank u, meneer de minister. Even opnieuw, waar precies en bij wie? Bij de frambozenstruikjes en bij de vierders. Dus ik kwam een aanrijden. Ik hoorde mijn naam nog steeds in heaven en angel. Frambozenstruikjes, vierders, juist, dat is precies. Wat zag je daar? Engelen. Hoeveel? Twee. Op één motor, allebei op één motor.
Dus precies twee engelen op precies twee motoren, beide frambozenstruikjes. Ja, ja, en verder? Nou, ze spraken van een... Nou? Ja, ze spraken van een... Nou? Ze spraken van een nieuwe koning. Ze spraken van een nieuwe koning. Koning, dat spijt me. Koning, dat spijt mij ook. Koning, dat spijt mij ook. Een nieuwe... Koning! Een nieuwe koning! Hij komt vannacht, zeiden ze. Vannacht? Hoe laat? Dat zeiden ze niet. Ik wil weten wie dat is. Die nieuwe koning. En ik wil weten hoe laat hij komt. Hoe laat precies? Precies! Ga zoeken! Koning, waarom gaat u zelf niet zoeken? Ik zoeken? Precies, kunt u het niet hebben. Briljant! Ik ga zelf zoeken. Ik ga zelf naar die nieuwe koning zoeken. En jullie hebben toch niks. Dan komt u er precies achter waar hij is. En wie hij is. En wanneer hij er kwam. En wat hij komt doen. En waarom, ik herhaal, waarom hij hier komt, terwijl ik hier al de koning ben. Dat klopt toch? Precies, majesteit. Inderdaad, precies. Allemaal op zoek naar die nieuwe koning. Allemaal op zoek naar de nieuwe koning. Hey, doe de licht eens uit. Ik? Ik heb eigenlijk helemaal geen licht aangedaan. Dan komt de licht dan een beetje aan. Het komt van buiten. Is het brand? Het lijkt wel een ster. Zo'n ster is de mooiste en grootste ster die ik ooit zag. Het is een ster. En wat voor ster? En ik weet wat die ster betekent. Het betekent dat het iets heel bijzonders gaat gebeuren. Iets bijzonders? Wat? Ik heb geen idee. Ik ga van meteen mijn spullen en ga kijken. Ik ga met je mee. En ik ook. Hey, hebben wij er geen cadeautje bij ons? Ik heb een mooi speciaal voor een boompje.
Thank you.
Thank you.
De derde is met een speelbeurt. Manon, Mandy, Danny, Tom Klekkers. De drie wijzen met een speelbeurt. Prins, Jenny en Jelle. De drie dienaren en het gespeeld. Manon, Luc en Pieter. De oproeper van de koning met gespeeld door Jens. De engelen en de ster. Estee, Anouk en Bente. De herders. Nina, Jacob, Jens en Falco. Dan hebben we nog Jozef en Maria. Dat waren Lars en Eva. En dan natuurlijk onze koning en zijn minister, Stan